In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij bovenal vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Zo, goedenavond. We gaan verder met de catechismusles. We gaan nu beginnen met het vierde deel. De middelen ter zaligheid. Ik ga eventjes terugnemen. Het eerste deel, dat was de geloofswaarheden. Dus wat moeten we kennen? 12 artikelen van het geloof, uitgelegd. Het tweede deel is het christelijke leven. Namelijk, wat is het bovennatuurlijk leven, het verschil met het natuurlijk leven? Het derde deel is de 10 geboden en de 5 geboden van de kerk natuurlijk, die erbij horen. Wat moeten we doen? Wat vraagt Jezus om te doen? En dan het vierde deel. We zijn zwak, hè? Want door de erfzonde is ons verstand verzwakt, verduisterd en onze wil verzwakt. En zelfs onze wil geneigd naar het kwade. Hebben we middelen nodig om het goede te doen en het kwaad te laten en ook om het te begrijpen. Dus om te begrijpen wat goed en kwaad is, en om het goede te doen, het kwaad te laten, in de eindvolharding, dat is niet evident, om zo naar de hemel te gaan. Want Jezus zegt, alleen degene die doet en volhardt tot het einde, die zal behouden blijven. Dus niet genoeg van te geloven, want geloof zonder de werken is dood. Dus je moet het ook doen, maar we zijn zwak, dus we worden geholpen. Er zijn middelen van genade, heet dat. Middelen ter zaligheid. Dus het vierde deel is de middelen van de zaligheid. En dat gaat over het gebed en de sacramenten en sacramentalie. Want er zijn 3 grote middelen ter zaligheid. Door het gebed kunt je genade bekomen, door de sacramenten ook. En de sacramentalie, dat zijn alle zegeningen ook. De gebeden in de brede zin van het woord, want er behoren ook de devoties bij, enzovoort. Dus dat is een belangrijk deel. En Jezus heeft daar zijn bloed voor gegeven. Dus hij heeft niet alleen gezegd wat we moeten geloven, en niet alleen aan Mozes werd niet alleen medegedeeld wat we moesten doen, de 10 geboden, maar Jezus is voor ons gestorven om ons te verlossen, om ons te helpen, om ons dus mogelijk te maken van het goede te doen en het kwaad te laten. Want dat was het grote probleem in het Oude Testament. Dat is, ze kenden wel de 10 geboden, maar ze hadden een buitengewone moeilijkheid om ze te onderhouden. Buitengewone moeilijkheid. En Sint Paulus zegt, ik wil wel het goede doen, maar ik doe het kwade uiteindelijk. Hoe komt dat? Wel, dat ik zwak ben, ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig van God om het goede te doen en het kwaad te laten. Dus, dus die middelen ter zaligheid zijn heel belangrijk. En die heeft Jezus verdiend met zijn bloed te vergieten. Dat wil zeggen, zijn lijden en zijn dood ondergaan. En daardoor onze genade te bekomen om naar de hemel te gaan. Dat is belangrijk. Dus door die genade bekom je ook de mogelijkheid om te begrijpen wat het geloof ons geeft. Want u kunt wel zeggen wat in het geloof zit, dus 12 artikelen van het geloof, maar dat je moeilijk kunt begrijpen en moeilijk kunt aannemen. Dat is ook een genade. Het geloof is een genade. Ziet je? Dat je de 10 geboden echt begrijpt en kunt doen, dat is ook een genade. Dus dat je je plichten van staat elke dag doet, dat is ook een genade. Ja, dat is natuurlijk uw wil, uw goede wil, maar die heeft de genade nodig. Want met uw goede wil alleen geraak je er niet. De genade. De genade wil wel de goede wil helpen. Want Jezus, de engelen zeiden bij zijn geboorte, vrede op aarde aan de mens van goede wil. Hè? De goede wil, dat is het fundament. Maar de goede wil alleen volstaat niet. We hebben dus hulp van God nodig. We kunnen naar de hemel gaan uitsluitend met 2 middelen. Onze goede wil, geholpen door de genade. De genade alleen, dat volstaat niet. Want als een slechte wil die genade verwerpt, kan God u wel die genade geven en heeft die verdiend, maar die dient tot niets, want je hebt het verworpen.
De mensen van slecht wil, die verdoemen zich, die gaan verloren. Ofwel dat Jezus voor alle mensen de genade bekomen heeft om naar de hemel te gaan. Toch zijn er die verloren gaan, want ze hebben de genade geweigerd. Ze hebben de genade geweigerd. Wel, dus, en het andere is ook waar, met uw goede wil alleen kunt je het ook niet maken. Je hebt de genade nodig. De goede wil, zegt de kerk, die kan ervoor zorgen dat je de een of de andere doodzonde ontwijkt. Je kunt met je goede wil de een of de andere doodzonde ontwijken. Maar je kunt zonder de genade niet alle doodzonden voortdurend van gans je leven vermijden. Want de wereld is te sterk. De verleidingen zijn te sterk. Wij zijn te zwak. Hè? We zijn te aangetast door de erfzonde. Hè? We hebben slechte neigingen, slechte woord. We begrijpen het niet goed, slechte neigingen. En onze wil is zelfs geneigd tot kwaad. Dus de drievoudige beheerlijkheid. Dus als we ons laten gaan, gaan we naar de verdoemenis. Dan gaan we naar verkeerde neigingen. Als we ons laten gaan, dan gaan we verkeerd. Dat is garantie, want we hebben door de erfzonde drievoudige beheerlijkheid die naar het verkeerde gaat. Dus we zijn verplicht om tegen ons eigen in te gaan, tegen de slechte neigingen. En daar is goede wil voor nodig, maar ook hulp van de genade. Dus we hebben die twee nodig. De kerk zegt heel duidelijk, dat is het Pelagianisme. Pelagius was een ketter van de vierde eeuw of zoiets, moet zoiets in al die tijd geweest zijn. En die zei dat hij, dan moet een kerel geweest zijn met een sterke wil, als ik wil dat ik nu zondig, dan zondig ik niet. Ik ben toch vrij? Ik kan toch beslissen van niet te zondigen? Nou, wel, dan zondig ik niet. Hè? Ik heb dat besloten. Nou, wel, de kerk antwoordt erop. Die zegt, je hebt gedeeltelijk waar en je hebt gedeeltelijk geen gelijk. Jij kunt iedere zonde afzonderlijk eventueel zeggen tegen die zonde, ik doe dat niet. Want je hebt een vrije wil, effectief. Je kunt weigeren een zonde te doen. Gelukkig dat we dat kunnen. Maar gans je leven lang aan alle bekoringen weerstaan, dat lukt niet zonder de genade. Want een duivel zal u pakken. Hè? De wereld is zeer sterk, de verleidingen. Wij zijn verzwakt en een duivel zal wel uw zwakke punt vinden. En hij gaat vallen door uw zwak punt. Je hebt verschillende vijanden. Hè? Drie in u, de drievoudige beheerlijkheid, de wereld die de zonde in zit. En een duivel die zijn verstand gebruikt om te zien waar uw zwak punt is. En daar gaat hij. En je gaat vroeg of laat vallen. Als je niet weet. Een voorbeeld is in het Heilige Schrift. Allee, er is geen vurigere, geen overtuigde man als Petrus. Jezus zegt, jij hebt tenminste een geloof. Jij gelooft in de Zoon van God. Jij gelooft dat ik God ben, de Zoon van God ben. Jij hebt een geloof. Op dat geloof zal ik de kerk bouwen. Jij zet de rots Petrus. En Petrus zegt, wij gaan sterven met u. Als moet, wij gaan u nooit verlaten. Jezus zegt, de haan zal nog van de nacht geen twee keer kraaien dat je met drie keer verloochend hebt. Ik zweer, ik ken die man niet. Ik zweer, die ken die niet. Die ken ik niet. Hij die ging sterven met Jezus. Hij is te laf om te... En hij gaat een mijnheid plegen. En daarmee gaat een bitter ween. Waarom? Jezus zegt, bid op dat je niet in bekoring zal vallen, in de Hof van Olijven. Maar ze vallen in slaap. Ze bidden niet, ze hebben niet genoeg gebeden. En neemt Petrus, Johannes en Jacobus mee, en de anderen ook, maar die laten ze wat verder. En die drie, die neemt ze wat mee, dichterbij. En ze zien hem verder. Dus die doodstrijd, die nog van de lijf meemaken, maar ze vallen in slaap. En Jezus zegt, bid, want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En omdat ze niet gebeden hebben, had hij niet genoeg genade, en heeft hij Jezus verloren. En dan gaat hij heel zijn leven lang spijt van hebben. Dat is een voorbeeld. Dus wie is er vuriger, wie is er heiliger dan Petrus? En zelfs Petrus, die zegt, ik zal sterven voor u. Dezelfde nacht nog gaat hem drie keer verloochenen. Gezegd, wij zijn nu beter dan Petrus. Hè? Dus we hebben de genade nodig, brood nodig. Dus de goede wil is noodzakelijk, maar is niet voldoende. Absoluut noodzakelijk. Zonder goede wil kunt u nemen, maar het is niet voldoende. Je hebt ook alle genade nodig van God. Dus de mis, de heilige, de bichten, de communies, dus al die, dat zien. Dus je hebt dus drie pakketten
De gebeden devoties, de sacramentaliën, de sacramenten. Dat zijn drie pakketten en je zult zien het ene pakket, de enige set, of dus pakket, geheel van middelen, is sterker dan de andere. De sacramenten zijn sterker dan al de andere, maar zijn het moeilijkst om te realiseren. Want je hebt dan een pissen voor nodig en de kerken, voor de allerheilige sacramenten heb je een mis nodig met een altaar en de hele liturgie en alles, en de geldig gewijde priester en alles. En voor de biecht heb je ook een priester nodig, enzovoort. Voor de sacramentaliën, dat wil zeggen de zegeningen, is het gemakkelijker. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een auto gezegend, dat kan in de straat gebeuren, dat heb je voor geen kerken nodig. Je kunt een auto zegenen in de straat, en dat duurt een paar minuten. En je hebt alleen maar dit ritueel nodig, en wijwoud, dat is alles. Dus veel minder, en alleen maar een koorhemd. Maar je hebt nog een priester nodig. De gebeden zijn het gemakkelijkste. Maar die zijn het minste krachtig, maar die zijn het gemakkelijkste. Die kun je overal, iedereen kan overal bidden. Als zit je in een gulag, waar je geen ritueel meer hebt, geen wijwater, je hebt niks, je bent daar opgesloten, in een concentratiekamp, en wel, daar kun je nog altijd bidden. Weet je? Dat is het laatste dat je nog... En het is ook krachtig als je dat met vurigheid doet, ik heb er ook genade. Maar ik zeg het, van die drie zijn de sacramenten het krachtigste, want dat is Jezus zelf, de Heilige Eucharist. Die, dat is Jezus zelf die bidt en zo. De sacramentale, daar is ook nog een deelname aan die genade van Jezus. En die gebeden, dat zijn wij die afsmeken. Dank van uw heiligheid af. Dank van de heiligheid af. Hoe heiliger je bent, hoe sterker uw gebeden verhoord worden. En als je een dikke vette zondaar bent, ja, dan worden gebeden ook verhoord, maar dan is het een beetje moeizamer. Hè? Dus God verhoort het gebed van de rechtvaardigen. Gemakkelijker en van kinderen. Waarom? Dat zullen we zien. Waarom worden kinderen meer verhoord dan andere mensen, dan andere volwassenen? Omdat de kinderen minder gezondigd hebben. Worden ze vlugger verhoord. Ziet je? Ze zijn eigenlijk, wat dat betreft, heiliger dan wij. He? Goed, we gaan nu beginnen. Dit is nummer 323. We beginnen met het gebed. Het tweede gedeelte zal zijn het gebed des Heren. Dan het wees gegroet, het gebed en de eredienst van de Allerheilige Maagd Maria. En dan de eredienst van alle heiligen. En dan gaat het beginnen over de sacramenten in het algemeen en dan ieder sacrament in het bijzonder. Er zijn zeven sacramenten, die gaan we allemaal apart behandelen. Met het allerheiligste sacrament gaan we uitweiden over de heilige mis. Tuurlijk. En dan zijn we dus aan het einde met het huwelijk. Ja, dus het huwelijk is lastiger te behandelen. Zo, en dan is de ganse catechismus uiteindelijk gezien, wat dat betreft. Dus, belangrijk deel eigenlijk. Hè? Dus het is typisch christelijk. Want je kunt bidden als heidenen kunt je bidden. De heidenen kunt je bidden. Bijvoorbeeld drie koningen, die hebben gebeden. Die hebben gebeden. Maar je moet christen zijn om het sacrament te ontvangen. Door het doopsel wordt je christen. Goed, we beginnen met het gebed. De 26e les. Welke zijn de voornaamste middelen om het leven van de genade en de zaligheid te bekomen? En wat heb ik juist gezegd? Dus dat zijn dus de gebeden, de sacramenten. En de sacramentaliën worden eigenlijk samengenomen met de sacramenten. Maar je kunt nog een onderscheid maken. De sacramentaliën, dat zijn de zegeningen en de sacramenten. Dat zijn de zeven sacramenten. Dat zijn heel speciale genademiddelen. Door Jezus ingesteld. De zegeningen die kunnen door de kerk geregeld worden. Bijvoorbeeld in een tijd van Jezus kon er geen spoorweg gezegend worden, want er was nog geen spoorweg. Wel, de Romeinse rituale heeft nu een speciaal gebed voorzien voor de zegening van de spoorweg. Dus de kerk heeft de macht om te binden en te ontbinden. Dus de sacramenten komen van Jezus, sacramentaliën komen van de kerk, omdat ze de macht heeft gekregen om te binden en te ontbinden enzovoort. Dus, wat is bidden? Dus we gaan het over het gebed hebben. Dat is heel belangrijk. Wat is bidden? Want het gebed moeten we allemaal. We moeten bidden. Want het gebed is heel belangrijk. Wel, bidden is... Even kijken. Ik ga hier proberen het beeldscherm nog groter te maken. Ja, zo. Bidden is onze ziel verheffen tot God. Om hem te aanbidden. Hem te danken. Vergiffenis te vragen of om gunsten van hem af te smeken. Dus
Je hebt dus verschillende elementen die heel belangrijk zijn. De definitie is dus de eerste regel. En dan het doel is de andere regels, de drie andere regels. Dus wat is de definitie, de bepaling? Bidden is onze ziel verheffen tot God. Maar dan begrijp je dat dat alleen maar kan door geloof, hoop en liefde. Dus je spreekt met God, maar daarvoor moet je al geloven dat hij bestaat. Dus je begrijpt dat daarin in verweven is een acte van, je moet geloof hebben. Een acte van geloof, hoop en liefde. Want als je hem iets wilt vragen, dan weet je dat hij iets zal willen geven en kan geven. Dat is de hoop. En je gaat hem de hemel vragen, dus met hem zijn, want hij wil hij geven. Je weet dat hij geeft, dus er is ook liefde in hem verbonden. Want je kunt niet de hemel vragen om hem te beminnen, want de hemel is eeuwig met hem zijn. En met iemand zijn, dat is vriendschap, dat is liefde. De vriendschap wil dat we samen zijn. Samen zijn wil, en dat is... Dus je ziet ook dat daarin achter zit, als voorwaarde, onontkoombare voorwaarde, om onze ziel te kunnen verheffen tot God, geloof, hoop en liefde. En daar hebben we het over gehad in het tweede deel. Dat is het christelijke leven. Hè? Daar hebben we daar uitvoerig over gehad, over de theologische deugd, de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde. Onze ziel verheffen tot God. Dus het is spreken met God, dus onze ziel verheffen. Dat wil zeggen, we gaan verheffen van wat? Van de aardse, van het aardse. Dat wil zeggen, we gaan eventjes niet aan het aardse denken. Aan al onze plommelingen. Verheffen. We gaan verheffen boven wat? Boven het aardse. We gaan onze ziel verheffen, dat wil zeggen, in de gedachten natuurlijk, in onze geest. Hè, door onze gedachten, onze wil, door onze verstand, onze wil. In ons geheugen. In ons hart. Gaan we loskomen van het aardse. Dat wil zeggen, we gaan er niet aan denken. En we gaan denken aan God, al wat de openbaring, de kerk ons leert over God. Al wat we weten over God. God bestaat, hij is een zuivere geest, oneindig volmaakt. Schepper van emanade, oorspronglijnen van alle dingen. Hij is drievuldig, de tweede persoon is mens geworden, speciaal voor mij, hij heeft zoveel geleden. Enzovoort. Je gaat aan God denken. Dat is aan God denken, in geloof op leven, dat is uw ziel verheffen tot God. Uw ziel verheffen tot God... Dat is naar hem gaan, zodat je u met hem verenigt. En wel, het acte van geloof verheft uw verstand met hem. Want hij gaat geloven al wat hij geopenbaard heeft. Dus gaat u aanvaarden wat hij... Je gaat eraan denken. En dus gaat uw verstand verenigen met hem. Uw geheugen gaat je verenigen met hem door te denken aan zijn belofte die hij gedaan heeft. Van u de hemel te schenken. Want daarvoor wilt je met God religie beoefenen. Namelijk om naar de hemel te gaan. Dat is het doel van alles, de hemel. Je bent geschapen voor de hemel. Alles is geschapen voor de hemel. Als God iets doet buiten zich, dan is het voor de hemel. Alles is gedaan voor de hemel. Dat is het einddoel van alles wat God buiten zichzelf gedaan heeft. Scheppen, verlossen, de voorzienigheid, de verheerlijking, alles. Alles is met oog op de hemel. Dus jij weet, dat is de hoop. Jij weet, God die geeft mij de hemel. Hij heeft daar een plaats gemaakt. En hij geeft ook de middelen om er te geraken. Dat heeft Jezus verdiend aan het kruis. Daar gaat je ook aan denken. Dat is ook, daarmee verheft je je geheugen pardon, tot God. En dan gaat je hem... Je bemint hem. Je wilt bij hem zijn. Je wilt zijn wil doen. Want Jezus zegt, wie mij bemint, doet mijn wil. Dus je gaat zoeken, vragen, zoeken, wat is zijn wil om het te doen. Om zo de hemel te verdienen. En dat is door de liefde. Door de goddelijke deugd van liefde, je ziel verheffen tot God. Dus je verheft je ziel, die bestaat uit drie vermogens, verstand, geheugen en wil. Met die drie vermogens gaat je verheffen. Want verheffen is iets doen, en het doen doet je met vermogens. Met je vermogens, met je faculteiten. En wel drie vermogens, verstand, geheugen en wil. En met je verstand gaat je vooral door het geloof je met God verenigen. Uw geheugen vooral met de hoop, u met God verenigen. En uw wil en uw hart gaat vooral met liefde zoeken, Jezus. Wat is Gods wil? En dat beloven, dat probeert te organiseren, te doen, zijn wil te doen. Dat uw wil met hem verenigen. En uiteindelijk is het laatste het belangrijkste. Want Sint Paulus zegt, geloof en hoop vergaat, alles gaat voorbij, alleen de liefde blijft. Dus het laatste is eigenlijk de vrucht. De vrucht van alles. Dat is het laatste, dat is het belangrijkste. Dat is waar het op aankomt.
Maar je kunt Gods wil niet doen als je niet gelooft in hem en als je niet hoopt op de hemel. En op de genade om het te doen. En dan pas kun je beminnen, maar beminnen is eigenlijk het belangrijkste. En door de liefde verenigt je werkelijk je ziel met God. Want de liefde verenigt. En de haat scheidt. Dus de doodzonde scheidt, de liefde verenigt. Dus de bidden is je ziel verheffen tot God. Bidden is je ziel verheffen tot God. En dat is dus door geloof, hoop en liefde. Dat uitgedrukt wordt door de gebeden. En dat is wat je doet, maar het doel, dat is om. Hè? Waarom? Er staat het. Vier dingen om te aanbidden, dat wil zeggen, en herkennen als mijn schepper en Heer, mijn oorsprong en einddoel. Dat is aanbidden. Aanbidden doet je alleen maar aan God. Aanbidden komt alleen maar aan God door de aanbidding. Want God is de enige schepper. Dus aanbidden is iemand erkennen als uw oorsprong en einddoel, als uw schepper. Het is maar één schepper. Dus de aanbidding komt uitsluitend aan God. Je mag geen valse goden aanbidden. Als in Frans zeggen ze, j'adore le chocolat. Oh, dat is verschrikkelijk. Adorare, wil zeggen, dus aanbidden. Dus in het Frans is zo'n uitdrukking van, ik hou buitengewoon veel van. Hè. En dan zeggen ze dan, j'adore, ik aanbid. Maar dat is een taalmisbruik. Hè. Ik ga daar tegen te keren. Ik zeg de mensen, zeggen, ah, j'adore le chocolat, j'adore mon enfant, j'adore si, ik zeg, hop. Je zult maar één God aanbidden. Hè. De chocolade is niet een goede God. Hè. De chocolade heeft nu niet geschapen. Hè. Maar er is zo'n uitdrukking die tamelijk recent is, want dat bestond niet in de middeleeuwen. Dat zouden ze nooit misbruikt hebben, want dat is een misbruik van de taal. In Frans zeggen ze, ik aanbid om te zeggen, ik hou heel veel van. Ik aanbid mijn lief, ik aanbid mijn chocolade, ik aanbid mijn auto. J'adore le chocolat, dit en dat. Ik zeg, hou op, hè, jongens. Gelukkig bestaat dat in het Nederlands niet. Dus de aanbidding is alleen maar voor God. Dat is hem herkennen als God. Ten tweede, om hem te danken. Je moet hem danken. Dat is niet alleen een acte van liefde, maar een acte van plicht. Dat is een rechtvaardigheid. God is onze weldoener. Hij is schepper. Wij bestaan door hem. Hij is voorzienigheid. Hij houdt ons in bestaan. Hij is onze verlosser. Hij is onze zonde vergeven, heeft de hemel geopend. En onze heiligmaker heeft de genade naar de hemel te gaan. En hij is ons eeuwig geluk. Dus hij geeft ons de hemel, hij geeft alles. Zijn dat geen grote cadeaus? Geen grote gaven? Dat is toch het minste, dat is dat we hem bedanken daarvoor. Dus de dankzegging is absoluut noodzakelijk. Als je voor God verschijnt, dan groet je hem. Gelijk als je iemand ontmoet, zeg je goeiedag, meneer, goeiedag mevrouw. Alwel, als je voor God verschijnt, je verheft je ziel tot God, dan aanbid je. Dat is God begroeten. Maar hij gaat onmiddellijk danken voor al zijn wat hij gegeven heeft. Dat is uw grote plicht. Dat is uw grote plicht. Van als je zoveel gekregen hebt, hè, uw bestaan, de verlossing, het onderhoud van uw bestaan, de heiliging enzovoort, al die genade, en natuurlijke en bovennatuurlijke gaven, dan gaat je hem bedanken. Als je hem niet bedankt, om niet genoeg bedankt, dan ben je niet goed bezig. En dan gaan je gebeden niet goed verhoord worden, want dan doet je eigenlijk een onrecht aan God aan. Hè. Dan doet je God onrecht aan. God bedanken voor wat hij gekregen heeft. En dan het volgende is natuurlijk, je hebt hem beledigd door de zonde. Dus er is nog iets heel erg dringends, dat je zoveel mogelijk het goed maakt. Je hebt goed gemaakt, je moet goed maken wat het slecht hebt gedaan. Je hebt Jezus beledigd door de zonde, God beledigd door de zonde, dus je gaat vergiffenis vragen. Je gaat vergiffenis vragen en je gaat... vergiffenis vragen en je gaat ook vragen eventueel om als het zware zonden zijn om een goede biecht te spreken. Dus je gaat die genade vragen om vergiffenis te bekomen van je zonde. Dat is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Want het is de doodzonde die onze verhouding met God heeft kapot gemaakt. Dus er was een buitengewone goede verhouding tussen de mens en God. Dat was in het aardsparadijs. Ze waren kinderen van God en ze waren gelukkig en ze werden voor de hemel bestemd en ze hadden alles, ze hadden een boom des levens. Ze moesten daarvan eten en alles werd terug in orde gesteld, het lichaam. En dat zou eeuwig blijven leven, zolang ze van die boom eten. Ze hadden ook een boom des levens, van de kennis van goed en kwaad, waar ze moesten afblijven om te bewijzen dat ze Gods wil respecteren en zo hem als God erkennen en de hemel verdienen. En naar de hemel gaan, zoals de engelen in de hemel zitten. Bij God en Gods deelnemen aan Gods geluk. Wat een buitengewone goedheid.
Wel, wat dat kapot gemaakt heeft, een kloof gemaakt, een onoverbrugbare kloof waar je niet meer over geraakt, dat is de doodzonde. En ze hebben doodzonde gepleegd en er was een kloof was daar en het was gedaan. En ze hadden de hel verdiend en het was gedaan. Dus zij moeten vanaf geraken. Als je je ziel verheft tot God, dat betekent dat je van die doodzonde afgeraakt, dus dat je daar die kloof overbrugt en die brug, dat is het kruis, de genade van het kruis. Jezus heeft dat verdiend en dat je dus Jezus heeft de prijs betaald van onze zonde. En dat je dus in naam van Jezus, want je moet in naam van Jezus bidden, hè, dat zal bij Jezus zeggen, hè, vraagt en bid in mijn naam. Alles in zijn naam. Hè. Want hoe kun je nu God vergiffenis vragen? Dat kan alleen maar door Jezus dat je vergiffenis krijgt. Buiten Jezus is geen vergiffenis. Jezus heeft voor onze zonde voldaan en hij alleen. Er is ons geen andere naam gegeven onder de hemel, zegt Petrus, die ons kan redden. Er is geen andere naam. Boeddha kan ons niet helpen, Hare Krishna kan ons niet helpen, zijn Krishna ook niet. Dat spreekt, of ik bedoel, niemand. Mohammed niet, Zarathustra niet, de Maitreya niet, of hij noemt maar op. Er zouden veel valse christenen komen. Er is niemand die ons kan... Er is zelfs iemand die Trump aanbidt. Er is een hindoeïst die heeft een beeld van Trump gemaakt en zit hij te aanbidden. Dus dat is... Trump kan nu de hemel niet geven. Hè? Hij kan zelfs niet zorgen dat hij een griep krijgt. Nu heeft hij een griep, zo gezegd. Hè? De COVID zou hij hebben. Dus ja. Ik kan zelfs niet zorgen dat hij de griep niet krijgt. Dat was niemand. Het is een mens gelijk als wij. Dus, min of meer. Dus het is heel belangrijk de vergiffenis bekomen, want dat is dat wat u terug religie terug verbindt met God. De band is gebroken, kapot, door de doodzonde die een haat is, die de liefde kapot maakt. De liefde verenigt, de haat scheidt. Ja. En wel, we moeten die band terugmaken. Dat is heel belangrijk, anders is er gewoon geen religie. Een religie die de vergiffenis niet bekomt van de zonde, dat is geen religie. Heb je geen relatie met God? Dan alleen maar dat je een pak rammen verdient, dat is alles. De enige relatie is dat je in de hel moet storten, omdat je bij de doodzonde zit. Dat is de enige relatie die je kunt hebben, dat is toch niet goed. Dus je moet absoluut... Dat is fundamenteel de vergiffenis van... Dus dat is het derde punt dat je moet doen. Je moet hem eerst begroeten, want anders zijn ze onbeschoft. Je dankt hem vooral wel dat hij had. En dan gaat je onmiddellijk vergiffenis vragen. Maar dan, en nog het vierde, is ook belangrijk. Dus alle genade en hulp vragen, natuurlijke, bovennatuurlijke gaven en gunsten vragen, die we nodig hebben om gelukkig op aarde te leven en naar de hemel te gaan. Alle genade. Dus niet alleen vergiffenis voor de zonde, maar ook alle mogelijke andere genade, namelijk om het goede te doen. Je moet ook nog het goede doen. Want Jezus zegt, iedere boom, en Johannes de Doper zegt, iedere boom die geen goede vruchten voorbrengt, zal omgehaakt worden in het vuur geworpen. Dus je moet niet alleen niet zondigen, vergiffenis van de zonde bekomen, maar je moet ook de genade hebben om nooit meer te zondigen, en om het goede te doen. En de eindvolharding, daarin te volharden tot het einde van je leven. En dat is een genade. De eindvolharding is een genade die je moet vragen, hè. Dat is de genade die je moet vragen. Dat is de grootste genade. Als je de eindvolharding hebt, dan gaat het naar de hemel. Als je die niet hebt, dan is het verloren. Dat is de grootste genade. En die kun je niet uit jezelf doen. Volharden tot het einde toe. Kijk eens naar de matelaar. Het is geen matelaar die het matelaarschap kan ondergaan met zijn eigen krachten. Daar heb je genade voor nodig. Dus het is ook heel belangrijk om dan dus de gunsten, dat wil zeggen de gaven, de genade... De natuurlijke, je moet werk hebben, kun je moeten eten, dus slapen, drinken enzovoort, dat moeten vragen. Geef ons steeds ons dagelijks brood, zal Jezus ons leren. Dat moeten vragen, maar niet alleen voor ons natuurlijk leven, maar ook voor het bovennatuurlijk leven. De genade, ik heb genade nodig om niet te zondigen, ik moet van die ondeugd afgeraken. Ik wil groeien in de deugd, ik ben ongeduldig, ik ben cholerisch, ik ben onkuis, ik ben jaloers, ik ben hoogmoedig, ik weet niet wat allemaal. Dus daar moet ik af geraken. En dat is moeilijk. Ik heb daar God voor nodig. Dus ik vraag die genade om heilig te worden. Om de heiligheid te bereiken die God voor mij voorzien heeft van alle eeuwigheid. En die genade, die is daar. Die heeft Jezus verdiend. En die vraag ik dan. Hè. De kracht om te doen wat ik moet doen om naar de hemel te gaan.
Dat is bidden. Dat is bidden. Weet je? Dus dat is het, ja. Dat is bidden, dat is de definitie. En dan 325, dat is een logisch gevolg van 324. Waarom zijn we verplicht te bidden? Wel, je hebt het al begrepen. Als wij absoluut God zouden beledigen, moesten we hem niet begroeten. Ja, dan moet je wel hem begroeten, dan moet je bidden. Als wij hem moeten danken, dat is onze plicht. Ja, dan moeten we wel bidden om hem te danken. Dan zijn we verplicht. Als wij absoluut vergiffenis moeten bekomen van onze zonde, of gaan verloren, we gaan naar de hel als we geen vergiffenis bekomen, dan moeten we bidden, hè, om vergiffenis te vragen. En dan als we echt zonder zijn hulp niet gelukkig kunnen leven en naar de hemel gaan, dan moeten we ook bidden om die gunsten te krijgen. Dus je ziet vanzelf al in de definitie dat, dat het noodzakelijk is. En dat wordt nu uitgelegd in de volgende vraag. Waarom zijn we verplicht te bidden? Ah ja. Ten eerste, omdat we door het gebed onze volkomen afhankelijkheid van God erkennen. We bidden gelijk een bedelaar, we zeggen gelijk een bedelaar aan de kant van de zaal en die vraagt. Waarom? Omdat hij meer nodig heeft, want anders kan hij niet, heeft geen eten, heeft hij nodig, want anders kan hij sterven van honger. Dus we bekennen onze afhankelijkheid aan God. Dus een acte van nederigheid. Dus je ziet, de nederigheid is een deugd die overal aanwezig is. Dat is een fundamentele deugd. Zeer belangrijk. Door te bidden erkent je, dat is niet alleen een acte van geloof of liefde, maar dat veronderstelt ook nederigheid. Ten tweede, uit gehoorzaamheid, omdat Jezus Christus het ons uitdrukkelijk heeft geboden. Hij zegt, bid en je zult verkrijgen. Klopt en je zal worden opengedaan. Vraagt en je zult verkrijgen. Zoekt en je zult vinden. Dat zijn allemaal geboden, dus hij verplicht ons van te bidden. Trouwens, dat was ook in het Oude Testament, werd het al uitgedrukt dat we moesten bidden natuurlijk. Dat we God een cultus moesten brengen. En dan, het derde is wat ik u gezegd heb, dat het een gewoon middel is, maar een noodzakelijk, een onontkoopbaar middel. Het is een middel om van God de genade en weldaad te bekomen die we nodig hebben, waar we het over spraken daar in nummer 324. Dus we hebben dat allemaal... Die vier akten van de godsdienst die zijn noodzakelijk, dus is het gebed noodzakelijk. We hebben en het belangrijkste hebben ze eruit genomen, namelijk de weldaden die we nodig hebben. We hebben de genade nodig om naar de hemel te gaan. Dus wij moeten bidden uit noodzaak. En Alphonsus van Liguori, die gaat het heel duidelijk zeggen. Wie veel bidt, wordt zeker gered. Tenminste, als hij goed bidt. En wie nooit bidt, gaat zeker verloren. Dat is daarom. Omdat het noodzakelijk is. Noodzakelijk. En dan, nu dat we weten wat het gebed is, en dat het absoluut noodzakelijk is, dan gaan we verder uitwerken hoe we moeten bidden. Wat moeten we vooral vragen aan God? Want we gaan aan vlot, dus verschillende dingen vragen. En wel, we moeten aan God vragen de geestelijke goederen en alles wat nodig en of nuttig is voor onze eigen zaligheid en voor die van onze naasten. Vooral. Dus het gaat dus over die twee laatste punten van de definitie. Vergiffenis vragen en gunsten om van hem af te smeken. Wel, wat is dat? Wel, dus de geestelijke goederen. De vergiffenis, ja, dat wordt uitdrukkelijk gezegd. Maar ook alle andere, bijvoorbeeld de genade, om niet meer vooral de doodzonde te doen. Als je met een doodzonde zit, waar je nog met hem te vechten hebt. Ik heb nog mensen die zich pas bekeerd zijn en die vechten nog tegen de een of andere doodzonde, waar ze regelmatig of onregelmatig invallen. Wel, die moeten dan daar moeten we doen. Om daar, die moeten daarvoor vragen, bidden. En dat ze daar kracht hebben om dan niet meer te zondigen. En zelfs mensen die al een tijd bekeerd zijn, die nog steeds vallen in de een of andere zeer lastige, ambetante, toch wel min of meer grote dagelijkse zonde. Wel, dat ze dan ook daar vooral voor gaan bidden. Want dan zit je met valse vroomheid. Dan is het gebed van een fariseer die gaat zeggen, kijk eens God, hoe goed dat ik ben. Ik doe dat en dat en dat en dat, maar ik kom niks vragen wat hij nodig heeft. En de tollenaar... Ik ben een arme zondag, wees mijn zondag genadig, help mij om niet meer geen tollenaar, niet onrechtvaardig, niet meer te stelen. Hè? Want dat waren dieven,
tollenaars die staken veel in eigen zak. Er waren belastingontvangers die veel in hun eigen zak staken. Ze laat mij niet meer stelen. Geef mij de kracht om alles terug te geven dat ik gestolen heb. Dat is niet gemakkelijk. Dus het gebed moet vooral geconcentreerd zijn om ons betere christenen te maken. Je moet uit het gebed beter er tevoorschijn komen. Als je gebeden hebt, moet je een betere christen zijn. Je moet beloofd hebben, het vaste voornemen gemaakt hebben om bidden te worden. Je hebt een gewetensonderzoek gedaan, wat eigenlijk verkeerd gaat. Je gaat je concentreren op het ergste, door het hoofdgebrek. En je gaat genade vragen om dat niet meer te doen, met Gods hulp, uit liefde tot God, om vooruitgang te maken in de hemel. Je moet die zonde wilt je niet meer bedrijven. En dat goed wilt doen, dat is bidden. Bidden, dat is zorgen dat je aan God vraagt dat je beter wordt. Een boom die geen vruchten draagt, die wordt omgehaakt. Dus bidden is het zomaar... En dan, ik weet niet waar, je voelt je daar goed bij of zo. En je denkt dat je in de Cadillac naar de hemel gaat gaan vanzelf. Dat vanzelf allemaal gaat gaan. Dat je dan, nee, ja, natuurlijk. De genade zal zorgen dat je gemak naar de hemel gaat. Maar ik zeg het, de genade zoekt de goede wil. Je hebt een tandem nodig om naar de hemel te gaan. De genade zoekt de goede wil. Ik heb u gezegd vanaf het begin, er zijn twee dingen die je naar de hemel wil. De genade met de goede wil en de goede wil met de genade. En de een kan niet zonder de andere. Dus jij gaat nu genade vragen. Maar die moet terechtkomen in uw wil. En de wil, dat is geen dat u doet dingen doen. Met uw wil wilt je dingen en wilt je dingen niet. En gaat ook doen wat een wil die nooit iets doet. Dat is een, ja, dat zijn goede voornemers. En de weg naar de hel is met goede voornemers geplaveid. Dat is ook weer niks. Dus die wil, dat moet werken. Een efficiënte wil zijn die tot resultaten leidt. Een boom moet vruchten voorbrengen. Voilà. En daarvoor moet je bidden. Dat is een echt gebed dat je God aanbidt, je dankt hem, je vraagt vergiffenis en je bekomt genade en je wordt een betere mens, want je hebt genade gevraagd om dat gebrek dat je hebt, dat zwak punt, om dat sterker te maken. Om daar bovenop te geraken, dat we met zijn hulp daar boven getild worden, boven je eigen gevallen natuur getild worden tot de maat die normaal is, zie je. Dat is het echte gebed dat naar God wel gevallig is. Dat is bidden in geest en waarheid. In waarheid. De waarheid is dat je dat en dat nodig hebt. Je zit niet te zielig als een fariseer van wat dat allemaal goed doet. Dat is allemaal niet nodig. Dat weet God ook wel wat dat goed doet. Jij hebt nu nodig van dat, die doodzonde waar Jezus op gezegd. Jij fariseers, je doodzonde. Hè? Bekeert u. Hè? En we dat aan God vragen om daaruit te geraken. Dat is bidden in waarheid. Dat is niet een schijnheilige uithangen. Dat is echt de heiligheid. Schijnheiligheid is, kijk eens, ik ben zo goed, God ziet hoe goed ik ben. Ik ben goed, dat joe. Dus verheerlijk mij maar. Dus ik ben een arme tornaar. Ik zondaar, wees mij zondaar genadig. Dat is het gebed, dat veroordeelt. Jezus is niet gekomen voor de rechtvaardigen die denken dat ze geen genezing nodig hebben, maar voor de zieken en de zondaar, daarvoor is hij gekomen. Dus daarvoor moet je bidden. Jij moet bidden als zondaar. Jij moet je zonde voorleggen. Je moet er vanaf geraken. Jij moet bidden. En daar is nederigheid voor nodig. En ook introspectie. Dus wat zijn die geestelijke goederen? Dat zijn die goederen, in het zeer in breed genomen, hè, die rechtstreeks in betrekking staan tot de glorie van God en onze eeuwige zaligheid. Zoals de genade, de deugden, de uitbreiding van ons rijk, de bekering van de zondaars. Voilà. Ja, er staat ook voor onze zaligheid en voor die van de naaste. Want als Jezus ons leert bidden, zegt hij, onze Vader. Hij leert ons niet bidden, mijn Vader. Hij leert ons bidden, onze Vader. Hij zegt, God beminnen boven alles, het belangrijkste, maar het gebod dat even krachtig is en even belangrijk is, en daarnaast als mezelf, het liefde tot u. Ik wil naar de hemel gaan, en wel, dat moet u voor uw naaste ook willen. Daarmee moet je bidden voor u, maar ook voor de naaste. Nooit vergeten. Je vraagt u om uit de zonne te geraken, doodzonde, en wel, dat moet u ook voor zoveel mogelijk mensen, alle mensen eigenlijk, zoveel mogelijk ook willen en bidden. Dus je bidt onze Vader, niet alleen mijn Vader. En daarvoor staat hier de uitbreiding van Gods Rijk, de bekering van de zondaars. Ook.
Maar ik ben de eerste zondaar, maar ik ben niet de enige. Mogen wij aan God ook de niet-geestelijke goederen vragen? Namelijk gezondheid en tijdelijke goederen. Ja, wij mogen aan God die dingen vragen. Doch met volle onderwerping aan de goddelijke wil, zoals Jezus iets gevraagd heeft, namelijk dat dat niet zou gebeuren, die kruising, die verschrikkelijke marteling niet zou gebeuren. Hij zegt, laat deze kelk aan mij voorbij gaan, bidt hij in de Hof van Olijven. Maar hij voegt erbij en hij geeft ons het voorbeeld, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het kan, laat hem voorbij gaan, die beker. Die beker van het bittere lijden. Dat is een symbool voor het lijden. Laat die voorbij gaan, laat die voorbij gaan, als het kan. Als het zonder dat kan, als een mens het kan gered worden zonder dat, laat het dan voorbij gaan. En hij gaat niet voorbij. God de Vader, met zijn oneindige intelligentie, kennis, zegt, dit is het beste middel om zoveel mogelijk zielen te raken. Dus dit is het middel dat onomkoopbaar is. Dit is het beste middel wat God kan uitdenken. Waarom? Ja, dat hij mens wordt. En zo voor ons leidt, dat is geen wat de meeste zielen zal raken. Jezus, dat kunnen ons verlossen met een klein beetje pijn, met een vinger die pijn doet, een beetje in een druppel bloed, dat hij ons kunnen redden. Want die druppel bloed heeft een oneindige waarde, omdat de persoon oneindig is. Maar dat zou de zielen zo niet geraakt hebben. Er worden meer zielen geraakt door het feit dat ze Jezus zo verschrikkelijk zien lijden. Dus er worden meeste zielen, zoveel mogelijk, worden gered door dat verschrikkelijk bitter lijden. En dat is waar. Er zijn mensen die door het overwegen van het lijden bekeerd worden, door het zien van de lijkwaren, zelfs door die film van Mel Gibson, hè, zijn de mensen bekeerd. Hè, die zeggen, ah, heeft hij dat voor mij afgezien? Heeft Jezus? Ik heb een tentoonstelling gemaakt van de lijkwaren in Nederland, hè, in de jaren 90, 97. Een replica van de lijkwade, levensgrote dingen, met allerlei uitleg erbij en lijstinstrumenten. En ook in de foto-negatieve, dan een positieve, is dat je duidelijk ziet hoe Jezus daar toegetakeld is. Je ziet zijn dodenkoning, de geesteling, alles in detail op die lijkwade. En wat er was, een protestant is komen kijken en je zat daar te wenen in de kerk. Je zit daar in de bank en je zat daar. En ik ging er naartoe en die man die weende. Hij zegt, heeft Jezus dat allemaal voor mij afgezien, zegt hij. Dus die wordt, en dat is daarom dat God de Vader zegt, ja, je moet er doorheen. En Jezus zegt, als het kan, laat het voorbij gaan. Hij wil God even laten voorbij gaan. Want als hij het laten voorbij gaan, waren er minder zielen gered geweest. Dus God is echt naar het uiterste gegaan. Het liefde voor de ziel. En dat heeft Jezus veel gekost. Hè? Dus Jezus, Gods wil, Gods kennis, wat God wil, is altijd het beste. We zeggen, amai, dat kruis. Moet je dat dragen? Dat is toch zwaar, hè? Als je het kunt wegnemen, maar we moeten altijd zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En je ziet in het geval van Jezus, was het dus noodzakelijk, heeft het niet laten voorbij gaan, want Jezus heeft veel meer zielen gered door dat lijden te aanvaarden dan door het lijden niet te doen. Ik zal misschien de volgende keer verder gaan met de andere vragen. Ja. Ja. Dus we zitten nu tussen een half uur, dus meer dan een half uur. Zijn er vragen ondertussen? Kijk eens kijken hier. Er zijn ook vragen, dus de mensen kunnen ook vragen stellen. Als ze... Het is een chatmogelijkheid hier, geen vragen. Alles is klaar? Klopt. Alles klaar? Ja. Ja, de hemel, de heilige. Laat genoeg spreken, hè? De heilige en de hemel, de engelen, bidden constant. De heilige bidden constant. De heilige en de engelen en de heilige. Ja. En die bidden constant. Ja, op zich. Ja. Maar wij vragen soms de voorspraak van die heiligen. Wat verandert dat in het bidproces, of ja, in het bidden bij de heiligen en de hemel? In welke zin? Dat het meer toegepast wordt op u dan? Of zo? Wat is het proces? We gaan het erover hebben, hè, later. Hè? Maar jij zegt, wij bidden, maar we kunnen, we worden gevraagd dat we ook bidden via de heiligen. Ja.
dat we heiligen aanroepen. Dat we bidden dat zij voor ons plaats zouden bidden. Ja, Maria, hun engel bevader, Sint Antonius van Padua, ik weet niet, Dalgrita. Noem maar op, het heilige hart enzovoort. Een novenegebed. Had het dan meer dan een ander gebed? Ja, omdat het 9 dagen is. Hè. Ah ja. Het is 9 dagen achtereen. Hè. Ja. Noveen wil zeggen 9. En als je in een dag niet kunt? Ja, dan moet als je niet kunt. Als je nu kunt, moet je proberen in te halen. Mag ik even antwoorden? Ja. Het principe is dat de ene meer verhoord wordt dan de andere door God. Ja, volgens dat die bid. Ja, volgens verschil. Niet alleen dat die bid, maar nog voor andere dingen. Ja. Bijvoorbeeld iemand die, zoals ik zei, minder gezondigd heeft, die wordt vroeger verhoord. Mensen die heiliger zijn, worden vroeger verhoord. Mensen die meer verdiend hebben door hun goede werken en door hun leiders. Mensen bijvoorbeeld die veel offertjes hebben gebracht. Veel verstervingen hebben gedaan. En dat gedaan hebben om iets te bekomen. Die worden vroeger verhoord dan iemand die verstervingen niet gedaan heeft. Maar hetzelfde gebed, begrijp je? Dus sommige gebeden die gezamenlijk doet, worden sneller verhoord. Je zegt, als je samen bidt, wat 2 of meer vragen, wordt verleend, zegt Jezus. Bid in mijn naam. Liturgische gebeden worden ook meer verhoord. Dus de mis, er is niks krachtiger dan de mis, dat een kerstige gebed is, want dat is Jezus die zich opoffert. Dus de mis laten opdragen, een misintentie. Dus er zijn gebeden die sterker zijn dan de andere. En wel, een van die gebeden die sterker zijn dan de andere, is dat jij vraagt aan iemand die heiliger is, dus meer invloed heeft bij God op Jezus hart, dat die meer invloed heeft, die vlugger verhoord wordt dan jij, dat jij die vraagt in uw plaats te bidden. En daarom vragen wij de heiligen en de engelen, Maria, in onze plaats te bidden, omdat zij meer bekomen dan dat wij rechtstreeks zouden bidden. Dat is logisch, hè? Bijvoorbeeld als jij een kruiwagen kent, je wil ergens iets bekomen, en bij een machtige mens, en je kunt via de koningin bij de koning iets vragen, en die koningin gaat dat voor u doen, die gaat het aan de koning vragen, dan wordt dat die vraag vroeger beantwoord, dan dat je het zelf rechtstreeks aan de koning zou vragen, dan via de koningin. Hè. Begrijp je? Dat is het voorbeeld dat de Montfort geeft, over Maria devotie. En als je het zelf vraagt, dan kan God naar u horen natuurlijk. Maar als je het aan Maria vraagt en zij wil in uw plaats het vragen, zij is de koningin, de geliefde van Jezus, gaat altijd naar zijn moeder luisteren. Dan bekom je dat zekerder en dat je het zelf rechtstreeks vraagt. Dat is waarom dat we de heiligen moeten vragen. En dat verwerpen de protestanten. De protestanten zeggen nee, je moet rechtstreeks naar God bidden. En je moet, de enige middelaar tussen God is Jezus. Dus maar één middelaar en de ander niet. Dus niet met Maria bidden, de heiligen niet bidden. Ik zeg, als er iemand ziek is in uw gemeente, ze noemen dat de gemeente, hè, de parochie noemen zij een gemeente. Hè. Als iemand ziek is in uw gemeente, dan vraag je niet aan de gemeente van te bidden voor u, voor Jezus. Nou ja, ik zeg jawel. Jij vraagt dat zij bidden voor u, voor Jezus, voor gezegend te worden. Maar wij mogen dan Maria niet vragen aan de heiligen, die veel krachtiger zijn dan uw mede. Ja, en dan weten ze niet wat antwoorden natuurlijk. Hè. Maar dan zitten ze vast. Hè. Ja. Ja, goed, we gaan even danken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, tot van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Heilige Jozef. Bid voor ons. Heilige Engelbewaarders. Bid voor ons. Onheilige patronen. Bid voor ons. Heilige Franciscus van Assisi. Bid voor ons. Het is vandaag zijn feestdag. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik ga eventjes de opname afzetten. Goedenavond, tot de volgende.